Hi, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag kijk ik naar de laatste opiniepeiling van Maries de Hond voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Zoals je al in de omschrijving van de video hebt kunnen zien, er is veel gebeurd aan de rechterkant van het electoraat, dus daar besteed ik ook even extra aandacht aan. Maar kijk uiteraard naar de peiling als geheel en naar welke coalities mogelijk zijn. Klaar? Let's go! De afgelopen weken is er veel gebeurd aan de rechterkant van het politieke landschap. Zo nam minister Hoekstra het stokje over van Hugo de Jonge, die zich volledig wil gaan focussen op zijn coronaministerschap. Daarnaast was er natuurlijk een enorme chaos bij Forum voor Democratie, waar Thierry Baudet uiteindelijk als winnaar naar boven is gekomen, maar wel ten koste van heel veel credits bij zijn electoraat en binnen zijn eigen partij. Laten we even kijken wat daar het gevolg van is. Zo, zijn we hier op de website van minister Hond. En om gelijk maar met het laatste te beginnen, Forum van Democratie. Vorige week ook op 4 zetels. Ze komen van 8, dus het lijkt te stabiliseren. Waar zijn ze? Hier, op 4 zetels. Als we nu even kijken naar de rechterkant van het politieke spectrum, want daar is zoveel gebeurd. Dan zie je natuurlijk onmiddellijk dat het CDA 2 zetels wint ten opzichte van de vorige peiling, van 14 naar 16. En de VVD verliest 2 zetels, van 34 naar 36. Dat zou een kausaal verband kunnen zijn. De PVV is onverminderd sterk op 28 zetels. CDA, zoals gezegd, op 16. PvdA op 14. D66 op 12. GroenLinks op 11. SP op 9. En verder kun je kijken zelf bij de kleinere partijen hoe je eigen partij erbij staat. Welke coalities zijn er nou eigenlijk mogelijk met deze stemmen? Want het is wel behoorlijk versnipperd. En welke coalities zijn nou waarschijnlijk? En hoe kijken kiezers aan tegen Wopke Hoekstra als premierkandidaat tegen Mark Rutte? Dat komt allemaal uit deze peiling. Dat bespreek ik zo met je in deze video. Wat denk jij dat er gaat gebeuren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Laat het me weten in de comments. Geef ook even een like en abonneer op mijn kanaal als je meer politieke video's wil zien. Aan de hand van de peiling die je in beeld hebt, heb ik ook even wat berekeningen gedaan welke coalities nu mogelijk zijn. Als je kijkt naar de huidige coalitie, die hebben bij elkaar 69 zetels. Dus die komen 6 zetels tekort. En het lijkt niet waarschijnlijk dat ze daar dan nog een partij bij willen hebben. Als je kijkt naar een mogelijke brede coalitie van VVD, CDA, PvdA, D66, dus laten we zeggen de middenpartijen, die komen net op 76 zetels. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een ander alternatief is natuurlijk over rechts met VVD, CDA en PVV. Nou, daar is een meerderheid van 78 zetels. Alleen het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat na de mislukking van deze combinatie de laatste keer, waarbij het CDA bijna zelf splitste voordat ze in zee gingen, en de VVD eigenlijk heel boos nog steeds is op Geert Wilders omdat hij wegliep op een gegeven moment. Ja, dit lijkt een combinatie die niet heel waarschijnlijk is. Dan hebben we nog de linkse combinatie, waar de linkse partijen altijd zoveel over praten. En dan heb je het over PvdA, SP, GroenLinks en D66. Als je die bij elkaar neemt, heb je al 4 partijen. Zit je nog maar op 46 zetels. Dus dat lijkt ook niet een heel waarschijnlijke. De enige mogelijkheid die ik zie is A, de brede coalitie van VVD, PvdA, CDA, D66. Of een coalitie zoals de huidige is, maar dan zonder het ChristenUnie en aangevuld met een andere partij die 13 zetels minimaal kan leveren. Nou, als je daar kijkt in het lijstje, dan kom je toch al snel op PvdA uit en dan zit je weer op die eerste mogelijkheid. Dus er zijn niet heel gek veel verschillende mogelijkheden tot coalities. Nou, als we dan verder kijken in de peiling en verder naar beneden gaan, dan zien we dat er ook naar het CDA is gekeken, de potentie daarvan en de premierskandidaten. Wil je het zelf nalezen? Ik zal het linkje naar de peiling ook even in de beschrijving hier beneden zetten. Wat blijkt uit het onderzoek van Maries de Hond is dat het potentie van het CDA enorm is toegenomen. Onder Hugo de Jonge was de potentie van 14% van kiezers die zeiden mogelijk op het CDA te willen stemmen. Met Wopke Hoekstra is dat onmiddellijk gestegen naar 22%. 42% van de VVD-stemmers geeft aan het CDA te overwegen nu Wopke Hoekstra aan boord is. Dus dat is een serieus ander krachtenveld waar we nu mee te maken hebben dan voordat Wopke Hoekstra kwam. Nou, zou je kunnen zeggen, ja, gaat dat dan wel om het premierschap? Want het gat is 18 zetels, ja, dat is toch wel erg fors. Dat is fors, maar in 2012 herinneren we ons nog de strijd tussen Samsom en Rutte, waar ook de PvdA uit een heel slechte positie in één keer toch de tweede partij weg en heel spannend werd van, ja, wie wordt nou de grootste partij? Uiteindelijk gewonnen door de VVD. Maar dat had ook zomaar anders kunnen zijn. Dus zo'n tweestrijd die kan ontstaan, kan een enorme aanzuigende werking hebben voor stemmen. Maar kan dus ook een heel groot gat overbruggen in een hele korte tijd eigenlijk.
Nou, dat was het alweer voor deze video. Dank dat je tot het einde hebt gekeken. Op de weg naar buiten, geef nog even een like. Vergeet je niet te subscriben. En ik zet hier nog een hele leuke politieke video voor je klaar. Tot snel.